Wanneer je wel eens van ayahuasca hebt gehoord, dan kan het heel goed zijn dat je hebt gehoord dat het gevaarlijk is, dat je ervan moet overgeven, dat het een plantmedicijn uit Latijns-Amerika is, dat het afkomstig is van shamanen, en dat het wellicht mysterieus of zweverig is, maar ook dat je er ja, bijzondere dingen mee kan doen, zoals het helen van trauma's. Maar de kans is heel erg groot dat je eigenlijk in al die dingen niet precies te weten bent gekomen wat ayahuasca precies is en wat het met je doet. In deze video wil ik je meer vertellen over de drie belangrijkste functies van ayahuasca en wanneer het iets voor jou zou kunnen betekenen. Een paar jaar geleden, toen ayahuasca voor het eerst op mijn pad kwam, hoorde ik ook vooral al deze verhalen. Alleen als ik daar nu op terugkijk, dan heb ik niet echt het gevoel dat die verhalen de kern raken van wat het werken met ayahuasca precies kan opleveren. En omdat ik in de loop van de jaren en in al mijn ervaringen ermee heel erg sterk ben gaan geloven dat het werken met ayahuasca onder bepaalde verantwoorde omstandigheden uiteraard heel erg heilzaam kan zijn en iemand heel erg kan helpen, wil ik er graag zuivere en eerlijke informatie over delen. Zodat jij, mocht je het overwegen om wel eens met ayahuasca te werken, een goede afweging kan maken of ayahuasca misschien iets voor jou zou kunnen zijn. Die drie functies dus, welke zijn dat? De allereerste is misschien de minst verrassende, is dat ayahuasca je de mogelijkheid geeft om je bewustzijn te verruimen ten opzichte van waar je normaal met je bewustzijn toegang toe hebt. Dat is dus iets anders wat ik daarmee wil zeggen dan dat je ervan gaat hallucineren. Hallucineren heeft een soort van ja, vervelende betekenis in de zin van dat je dingen ziet die er niet echt zijn. En het feit dat het je bewustzijn verruimt, wil dus eigenlijk zeggen dat je niet zozeer dingen ziet die er niet echt zijn, maar dat je toegang hebt tot ervaringen waar je anders geen toegang toe hebt. Bijvoorbeeld ervaringen uit je vroege jeugd. Nog voordat je hersenen zodanig volgroeid waren dat je bewust herinneringen kon aanmaken, kon opslaan en weer terug kon halen. Alleen, dat zijn vaak wel ervaringen in je jongste jaren. Bijvoorbeeld, hoe als je een heftige geboorte hebt gehad, hoe je geboorte was. Of als je in je vroege jeugd niet de juiste aandacht hebt gehad, zijn dat wel ervaringen die heel erg veel invloed uitoefenen op hoe jij vandaag de dag rondloopt en hoe je tegen het leven aankijkt en hoe je je voelt en hoe je reageert op situaties. Ayahuasca, door dus de bewustzijnsverruimende ervaringen, geeft je mogelijkheid om dat soort ervaringen weer te herbeleven. Het tweede wat ayahuasca doet, dat is de tweede functie, is dat het je hart opent en verruimt. Nou, denk dan niet dat je ineens op de OK ligt en dat ze je hart opensnijden en dat je hart open ligt, maar het gaat hier in die zin over je energetisch hart. Dat deel waar we over spreken als we het hebben over verliefdheid en compassie. De combinatie van een verruimd bewustzijn met een open hart is dat je met meer compassie en begrip naar een scène terug kan kijken. Denk bijvoorbeeld aan een pijnlijke ervaring, ik noem maar even wat, een blauwtje wat je gelopen hebt, wat op een hele vervelende manier geëindigd is en wat je gekwetst hebt. Ineens kan je diezelfde herinnering opnieuw beleven, maar dan met een groot hart waarin je ziet wat jouw eigen aandeel was en compassie met jezelf voor degene die je toen was, met al je sterke punten en zwakke punten, maar ook degene die je toen heeft laten staan. En dat is heel bijzonder. Daardoor kun je dus ook door pijnlijke ervaringen herbeleven en kom je er los van, omdat de bron van pijn, namelijk een gevoel van miskenning of afwijzing, in dat moment kan worden geheeld. Nou, dat is de tweede functie wat ayahuasca met je kan doen. Dan komen we bij de derde en laatste functie. En dat is dat ayahuasca je toegang kan geven tot dat wat we het pijnlichaam noemen. Nou,
Zojuist zei ik al iets over dat herinneringen en ervaringen de neiging hebben om zich op te slaan in je lichaam. Wanneer je bijvoorbeeld een auto-ongeluk hebt gehad op jonge leeftijd, dat je op je fietsje door je stad of dorp aan het crossen was en je reed niet hard en een andere voorbijganger kwam met een auto om de hoek en ineens lag je in de motorkap. Nou, je hebt er niet structureel iets aan overgehouden, maar die impact die je gehad hebt, die zet zich vast in je lichaam. En de stressreactie die je als mens en eigenlijk breder nog als zoogdier gehad hebt, die heeft ook de neiging om zich op te slaan in je lichaam. Nou, met alle schokkende ervaringen, ervaringen die eigenlijk te heftig waren om in het moment te verwerken, die hebben de neiging om zich vast te zetten op een plek in je lichaam. En daarmee kun je ook denken aan bijvoorbeeld emotionele blokkades. Een pijn of een boosheid die je in het moment niet wilde voelen en hebt onder druk. Die gaat zich opslaan in je onderbewustzijn, in je pijnlichaam zoals dat heet. En zolang je dat niet hebt aangekeken, dat noemen we schaduwwerk, daarover in een andere video meer, zal dat bewust en onbewust naar de oppervlakte komen op andere momenten. Die combinatie van die drie, dat bewustzijnsverruimende, dat open hart en de toegang tot je pijnlichaam, maakt dat je ervaringen uit het verleden op een liefdevolle manier kunt herbeleven, zodanig dat je ze los kan laten en er vrij van kan komen. En dat is waarom heel veel mensen die met ayahuasca gewerkt hebben, aangeven dat ze een gigantische opluchting of bevrijding ervaren doordat ze die ervaring zijn aangegaan. Als je je dus geïntrigeerd voelt door ayahuasca en je kan niet precies aanwijzen waarom, dan is dit wellicht een van de redenen dat een van deze drie functies samen eigenlijk met jouw bewustzijn aan het werk wil om iets te helen in jou. Nou, als dat zo is, dan kan het heel erg raadzaam zijn om te onderzoeken of een ayahuasca-ceremonie iets voor jou kan betekenen. Nou, uiteraard is het dan heel belangrijk om dat onder verantwoorde omstandigheden te doen. Wat die verantwoorde omstandigheden zijn en of het iets voor jou is en in welke gevallen je het vooral niet wil doen, daarover zal de volgende video gaan. Dankjewel voor je aandacht. Vind je het interessant om hier meer over te weten? Klik op like of abonneer je op dit kanaal. En dan zie ik je graag voor de volgende video.